Het lijkt wel het scenario van een ouderwetse film. Bij de Rabobank in Oudenbosch zijn meerdere kluisjes leeggeroofd. Verslaggever Hannelore Struis, daar bij de bank. Goedemorgen. Nog steeds dicht, die bank. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nog steeds dicht inderdaad. Er is weinig te zien. Alleen op de ramen hier achter mij is te zien dat de bank wegens omstandigheden is gesloten. Nou, we weten inmiddels wel een beetje wat die omstandigheden zijn. Afgelopen weekend heeft hier een roof plaatsgevonden. Zijn dieven de bank binnengekomen. Hoe dat precies is gebeurd, weten we niet. We weten wel dat het uiterst zorgvuldig is gebeurd, want de bank kwam daar maandag pas achter. Nou, wat er weggeroofd is, is ook nog niet duidelijk. De Rabobank heeft wel in de verklaring afgezegd dat ze bezig zijn met het bellen van gedupeerde klanten. Die hebben ze nog niet allemaal bereikt. Daar kwamen wij vanochtend ook achter, want een bezorgde klant die kwam hier vanochtend aan. Nou, ik las vanmorgen op teletext in Oudenbosch kluisjes gekraakt. Dus ik ben hier als ik gek naartoe gekomen, omdat ik hier ook al jaren een kluis ben natuurlijk. Ja. En voor hoeveel zit er in die kluis? En wat zit er eigenlijk in die kluis? Nou, wat erin zit is voor mij vooral, ik zoek er vanaf mijn 17e mee in detector op stranden. Dus er zitten ontzettend veel ringen en toestanden in die ik in de loop der jaren gevonden heb. Ja. Heel veel goud. Dus het zit gewoon bomvol. Hoe kom je binnen in zo'n kluis? Nou, volgens mij zou het je goed beveiligd moeten zijn. Want ik moet hier, ik moet natuurlijk eerst de bank binnen hier zo. Ja. Nou, dan moet ik mijn pasje in een laser steken, dan gaat de deur open. Dan gaat de deur achter mij dicht. Dan moet ik nog eens een pasje in een apparaat steken. En dan moet ik mijn vingerafdrukherkenning nog geven. En dan pas komt het kluisje naar boven. Dus ik had verwacht dat hier alles van mij wel veilig zou zijn. Ja, maar niet dus? Nee, echt niet. Nee. Ik neem dat de Rabobank zeer kwalijk dat zoiets zomaar kan gebeuren. Niet zo. Ja. Heeft u al contact gehad met de bank? Nee, ik las het vanmorgen op teletext en ik hoor net van jullie dat het al in het weekend gebeurd is en ik ben nog niet gebeld. Nee. Dus ik ben behoorlijk over de rooien, mag ik wel zeggen. Ja, maar dat kan misschien dan ook nog betekenen dat er niks is weggehaald. Maar... ja, ik hoop van niet. Ja. Tja, lichte chaos bij die bank volgens mij. Het is natuurlijk totale verrassing wat daar gebeurd is. Ik praat er even over door met Willem-Jan Uithagen van de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie al enigszins duidelijk wat daar zich nou heeft afgespeeld? Nee, we zitten echt nog in de beginfase van het onderzoek. Inderdaad, maandagmiddag kregen we als politie ook de melding dat daar zou zijn ingebroken in die kluizenkamer, hè, met meerdere kluisjes van verschillende klanten. We hebben maandag ook de bank moeten bewaken omdat die kluis niet meer dicht kon. Nou, Rabobank die gaat natuurlijk inventariseren wat daar weg is en wie er allemaal gedupeerd zijn. Wij richten ons op het technisch en tactisch onderzoek. Dus we hebben gisteren daar sporenonderzoek gedaan. En maandag zijn we natuurlijk al met het tactische onderzoek gestart. Ja, zoals ik al zei, we zitten nog in de beginfase. Dus is er ook voor ons nog heel veel onduidelijk. Ja, hebben die dieven zich in laten sluiten? Want dat zou bijna wel moeten, denk ik dan, als ik hoor hoe beveiligd het is en wat die gedupeerden net vertelden. Nou ja, dat is ook onderwerp van onderzoek, hoe de dief of dieven bij die kluisjes zijn gekomen. Dus daar kunnen we op dit moment nog eventjes niks over naar de buitenwereld melden. Maar het is wel echt een opmerkelijke kraak. Ja, klassiek vakwerk zou ik bijna zeggen. Nou goed, het lijkt er in ieder geval op dat je hier inderdaad dus niet zomaar binnenkomt. Dus dit moet wel haast het werk zijn geweest van goed voorbereide criminelen. Willem-Jan Uithagen van de politie, dankjewel.